rare man. Urmei eerste blik, dus dik en met lange haar, met baard. Waarom lach je? Maar natuurlijk is uiterlijk, dat is niet belangrijk. Belangrijk is wat er binnen zit. Natuurlijk is hij altijd bezig. Ik zeer weinig hem zien, omdat hij zit altijd in boven. Met computer bezig altijd. Привет! Заходите! Fatsoenlijke persoon, denk ik. Misschien niet altijd. Of andere zaak, misschien niet zo fatsoenlijk, maar met mij, wat ik weet, fatsoenlijk altijd was en is. Maar we gaan een beetje zomer beginnen. Schat, ga je me een rolletje maken? Ik kan roepen, niet op mij, maar ik hoor op telefoon. Kan blaffen, roepen, niet antwoorden, de telefoon kan afzetten, maar na 5 minuten, dus maximum 10, je wordt terug gerust. Je kan doen niks. Je kan niet koffie maken gewoon. Niks. Oei, warm. Zeer warm. Pas op, zeer warm. Moest ik kan. Borden warm. Een goede hart hebben. Hij is niet gierig. Kan alles geven voor iedereen als je hebt dat. Staan. Ik ben gelukkig, ik ben rustig. Ik heb geen stress, geen nervoze. Dus ik denk ik heb een normaal leven. Je wil trouwen, maar zullen zien. Ja, Jean-Pierre van Rossum, dat was Milla, hè? Uw partner. Ze spreekt lief over u met Russische tongval, want ze komt uit Rusland. Ja, hè? Ja. Ze noemt u iemand met een goed hart. Nochtans is er nu uw autobiografie en de titel is De Engel in de Duivel. Ik mag aannemen dat de duivel dat u dat bent. Er is aan mij niets angelieks en niets diabolisch. Hè. Die titel die heb ik daar niet opgezet. Die heeft mijn uitgeefster, of moet ik zeggen uitgever, daar zelf opgezet. Zonder inspraak van u? We zijn daar nooit toe gekomen om over een titel te spreken. Ik heb die tekst opgestuurd, ik heb dat in 3 dagen en 3 nachten geschreven. En ik vind echt van al dat ik geschreven heb, dat bij het beste hoort dat ik geschreven heb. Maar ik heb dat niet herlezen, ik heb dat doorgestuurd. Naar wie? Oorspronkelijk naar Luc Allo, omdat het was de bedoeling dat Luc Allo een boek over mijn leven zou schrijven. Dat had hij gedaan, maar daar liep ik rond, dat was in de kleren van een ander. En toen heb ik gezegd, Luc, ga ik zelf schrijven. Ja? En die tekst is dan bij die madame gekomen. En die madame is... Dat is Valérie Lempereur, van uitgeverij Lampedeur, inderdaad. En ja, er is een en ander misgelopen. Hè. Ik heb nooit een drukproef gezien, er is geen eindredactie op gebeurd. En het boek lag in de boekenwinkel voordat ik... Dus ze heeft dat zomaar uitgegeven? Ja, ik weet niet wat dat al de afspraken waren. Ik weet dat we nadien een settlement gedaan hebben, dat je zei, kom... De volgende druk moet ordentelijk zijn, want er staat bijvoorbeeld nog op de eerste bladzijde staat er research en eindredactie Luc Allo. Luc Allo heeft daar een halve letter van geschreven. Ja, dus het was gedrukt voor u het goed en wel wist. Ja, ja. En heeft u het dan daarbij gelaten? Of, Eigenlijk zijn dat toch geen praktijken? Dat is een nieuwe uitgeverij. Ik zat vroeger altijd bij Van Halenwijk, waar dat ik goed zat. Het is eigenlijk Luc die mij overhaald heeft, omdat hij zei dat crisisboek. Zij is een Hollandse, ze krijgt dat in Holland verkocht. Ik heb daar weinig van gemerkt. En zo is daar mijn autobiografie terechtgekomen. Was het een idee van u, een autobiografie? Nee. Ik dacht, ik had dus nog geïnteresseerd in Verossum. Ik had mij het alles teruggetrokken. En dan was er eerst een meneer van Borgerhoff, uitgevers of zo. Borgerhoff en Lambrecht, ja. Nog een nieuwe uitgever. Komen vragen en dan zei Luc Allo, nee, ik ga dat ergens anders doen. En zo is dat gelopen. Mm-hmm. En dus toch maar toegestemd. Ja. Nu, het gaat over uw leven. Hoe kijkt u er eigenlijk op terug? Met verwondering. Ja? Ja, met verwondering. Ik heb nooit ambitie voor niks. Ik heb ook nooit plannen gehad. En ik heb mij... Een vriend van mij was de Franse filosoof Gilles Deleuze. Een van de modernisten. En Deleuze zei altijd... Il faut vivre comme un nomade. Je
Het was een nomade leven. En hij had het voorbeeld van de rizoom. De rizoom is in het Nederlands de wortelstok. Dat is een soort onkruid dat in alle richting totaal onvoorspelbaar groeit. En zo heb ik geleefd. Zou rijk worden, was dat ook geen plan? Op helemaal niet. Nee? Dan bent u ook ingesukkeld. Ingerold. Allee, ja. Hoe is dat gekomen? Ik gaf bijlessen aan studenten van Rijke Sloebers in Leuven. En ze hadden allemaal een nekel aan wiskunde. En ik zei, bon, de volgende maanden brengen jullie elk 100.000 frank mee. Ik zal je tonen wat hij met wiskunde kan. En ze brachten allemaal 100.000 frank bij. Mm-hmm. En het was juist verkiezingen in Nederland. En met de natte vinger in de lucht dacht ik, links gaat dat winnen, dus de koersen gaan zakken. En ik kocht opties à la bis. En we deden maal 13 of maal 14. En binnen de week, en dat is dus authentiek gebeurd, stonden daar vaders... Vooral uit West-Vlaanderen, maar hele valiezen zwart geld. En moet meneer Van Rossum, als dat gaat met 100.000 frank, gaat dat dan met 100 miljoen ook? Voordat u het wist, was u schatrijk, hè? Ja, ik heb daar allemaal eigenlijk niet op gelet. Ik heb geleefd in een roes op dat moment. Hè. Er zit behoorlijk wat seks, drugs en snelle wagens in. Was dat een stuk reactie op het milieu, het kleinburgerlijke milieu waar u uitkwam? Zou best kunnen. Ik heb een verstikkende jeugd gehad. Met ouders bijvoorbeeld. Een knuffel, dat komt er niet bij. Het was uit een boze. Ik heb hele slechte herinneringen aan Brugge. Ik weet niet of je het boek gelezen hebt, een roman français van Frédéric Beigbeder. Die zegt in dat boek waarom dat hij Mordicus zijn jeugd heeft willen uitgommen uit zijn geheugen. Ik denk dat ik juist hetzelfde zeg. Over mijn jeugd zou in dat boek niks in. En is dat gelukt, dat weggommen? Ik denk het, ja. Ja. En als u nu terugkijkt op uw leven, zijn er dingen die u anders zou doen? Wanneer ik zou er mij weer laten inrollen, maar het zou dan langs de andere kant rollen. Hè? Dus, je rolt nooit langs dezelfde kant. Maar